De betoverde prinses. Er was eens een soldaat genaamd Achilles die afscheid nam van zijn maatjes en terug naar huis ging keren. Nadat hij dagenlang had gereisd, had hij geen geld meer om eten voor zichzelf en voor zijn paard te kopen. En het was nog erg ver naar zijn huis. Hij had erge honger en was erg moe toen hij langs een groot en prachtig kasteel kwam. Hij ging het kasteel binnen, zette zijn paard in de stal, gaf het eten en ging naar het paleis. In een van de kamers stond een tafel klaar met het beste eten en drinken wat men maar kon wensen. Hij at en drank zoveel hij kon. En toen plotseling kwam er een beer binnen. Nom, 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 klop. Oh, wees niet bang. Ik ben niet echt een grote boze beer. Nou, van waar ik sta zie je er echt wel zo uit. Relax, ik ben een eerlijke meid. Een betoverde prinses, kun je zelf zeggen. En als je één nacht hier zou willen doorbrengen, zal dat mijn betovering verbreken. Het spijt me, maar ik wil niet de nacht doorbrengen in de aanwezigheid van een beer. Geen zorgen. Ik zal je niks doen. De beer liet Achilles een schilderij van een prachtige prinses zien. Dit ben ik, prinses Parijs. Je bent prachtig. Dank je. En als je vannacht blijft en helpt mijn betovering te verbreken, dan zal ik met je trouwen. Dat is mijn belofte. Ik zou je graag als mijn vrouw willen. Goed dan, ik blijf deze nacht. Dank je, Mijn naam is Achilles. Dank je, Achilles. Ik zal je morgen weer zien. Achilles knikte en de beer ging weg. Moe van zijn lange reis ging hij maar slapen. Toen de zon opkwam de volgende morgen, kwam de prinses binnen. Ze zag er nog mooier uit dan op haar schilderij. Jij hebt geholpen mijn betovering te verbreken, Achilles. Dank je. En zoals ik heb beloofd, wil ik me klaarmaken voor het huwelijk. Het huwelijk werd gevierd en ze leefden gelukkig samen. Dagen gingen er voorbij en al snel dacht Achilles aan zijn oude huis en wilde het bezoeken. Ga alsjeblieft niet. Ben je hier niet gelukkig? Liefste, ik wil erg graag mijn oude ouders bezoeken. Maar geen zorgen, ik zal snel terug zijn. Nou, oké dan. Als je moet gaan, neem dan alsjeblieft deze zak met zaad mee. Waar je ook heen gaat, gooi deze zaden aan beide kanten van de weg. Waar ze ook vallen, zullen bomen groeien. En aan deze bomen zal zeldzaam fruit groeien en prachtige vogels zingen. Alles aan je is zo magisch. Ik ben zo dankbaar dat ik je getrouwd heb. En ik ben dankbaar dat ik je gevonden heb. Achilles kuste haar hand en ging toen weg. En de hele volgende dag, waar Achilles ook ging, strooide hij het magische zaad. En achter hem kwamen de bomen naar boven alsof ze omhoog kropen. Op een dag in het midden van een open veld zag hij een groep mannen zitten op het gras met kaarten aan het spelen. Vlakbij hing er een ketel. En alhoewel er geen vuur onder was, was de soep erin aan het koken. Hallo daar, goeie kerels. Jullie hebben een geweldig ding. Een ketel die kookt zonder vuur. Fantastisch. Maar ik heb nog iets veel beters. Hij haalde een zaadje tevoorschijn en gooide het op de grond. In een oogwenk groeide er een boom uit met zeldzame vruchten aan de takken en geweldige vogels zongen eromheen. Waar heeft hij die magische zaden vandaan? Het is alleen de betoverde prinses die deze bezit. Ik denk dat hij de man is die haar heeft geholpen de betovering die wij hebben gedaan te verbreken. Hij moet ervoor boeten. Ja, we laten hem een half jaar slapen. Achilles wist niet dat dit de magiërs waren die prinses Parijs hadden betoverd. Ze spraken een vloek over hem uit en Achilles viel meteen van zijn paard en viel vast in slaap. Snel daarna werd prinses Parijs geïnformeerd door haar soldaten dat alle boomtoppen droog en dood waren. Oh, dit is niet goed. Er moet iets niet goed gegaan zijn met mijn man. Ze besloot naar hem op zoek te gaan.
Ze ging dezelfde weg als Achilles was gegaan. En toen ze het open veld bereikte, zag ze een geweldige boom en daaronder haar man. Ze schudde hem, riep hem en ze kneep hem zelfs, maar hij bewoog zich niet. Prinses Parijs werd erg boos en in haar woede vervloekte ze hem. Jij slaapkop, ik wens dat een grote storm je mee zou nemen. Ver weg naar onbekende landen. Nauwelijks had ze deze woorden gezegd of er kwam een razende wind, blazend en fluitend, en pikte de soldaat op en nam hem recht mee voor de ogen van de prinses. De prinses had gelijk spijt van haar woorden, maar het was te laat. Oh nee, wat heb ik gedaan? Ondertussen was Achilles door de wind opgetild en werd op het eiland gegooid. Tegen de tijd dat hij zijn ogen opendeed, was er een half jaar voorbij. Hij werd wakker, sprong gelijk op en keek om zich heen. Hoe ben ik hier gekomen? Wie bracht me hier? Terwijl hij langs het zanderige strand van het eiland liep, zag hij drie mannen vechten. Zij waren de zonen van een gemene magier. Wat is er aan de hand? Waarom vechten jullie jonge mannen? Meneer, ziet u, onze vader is overleden en heeft ons drie geweldige dingen achtergelaten. Een vliegend tapijt, 7 mijlslaarzen en een onzichtbare hoed. Maar we komen er maar niet uit wie wat nu krijgt. Oh, jullie gekke magiërs. Stop met vechten. Als jullie het wensen, zal ik de dingen onder jullie verdelen, zodat iedereen tevreden zal zijn. De magiërs gingen akkoord. Nu, zien jullie die kokosboom? Die ene met de bladeren op de grond? Ja? Ja. Ja. Leg de drie wonderen naast me op de grond en ren naar de kokosboom en terug. Wie als eerste bij me is, zal als eerste kiezen uit de drie wonderen. Wie tweede wordt, zal kiezen uit 2 wonderen. En de derde heer, die pakt wat overblijft. In een flits begonnen de drie magiërs naar de kokosboom te rennen. Achilles lachte en nam de 7 mijlslaarzen, de onzichtbare hoed, ging op het vliegende tapijt zitten en ging op zoek naar zijn koninkrijk. Na een tijdje kwam hij bij een hut en ging naar binnen. Daar zag hij een oude dame. Goedemorgen, grootmoeder. Ik heb erg honger. Heeft u wat te eten voor me? Natuurlijk, zoon. Ga toch zitten. Achilles ging zitten en de dame bewoog haar handen in de lucht. Snel verscheen er uit het niks een grote tafel met het meest smakelijke eten. Wauw, jij bent een vee? Ik ben heel veel dingen. Nu mond dicht en eet je eten op. Achilles at zijn buik vol. En zodra hij klaar was, verdween de magische tafel. Heel erg bedankt voor het eten. Als u me nu iets met iets anders zou kunnen helpen, zou ik u eeuwig dankbaar zijn. Achilles vertelde alles aan de oude vee. En dus hier ben ik, op zoek naar mijn lieve vrouw Parijs. Alsjeblieft, vertel me hoe ik haar kan vinden. Ik begrijp jullie jonge zielen nooit. Altijd klaar om alles te doen voor liefde. Alsjeblieft, ik hou van haar. Niet mijn probleem. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Oké. Ik zal de wind roepen en hem vragen. Hij blaast over de hele wereld, dus hij moet weten waar ze woont. Ze ging naar buiten op de veranda en riep met een luide stem. O, wind, kom nu naar me toe. Plotseling, van alle kanten, stak er een razende wind op en blies zo hard dat de hut trilde. Rustig aan, jij razende wind. En vertel me, heb je de mooie prinses Parijs ergens gezien? Ja, grootmoeder. De mooie prinses Parijs woont in een nieuw koninkrijk. Haar man verdween door een vlaag van woede. Ze vervloekte hem, niet wetende
dat hij onder een vloek stond van gemene magiërs. Ze heeft spijt van haar acties en verlangt nog steeds naar hem. Maar nu komen er elke dag verschillende koningen en prinsen haar vragen om te trouwen. En hoe ver weg is dat koninkrijk? Het duurt 30 jaar om erheen te lopen. 10 jaar om met vleugels te vliegen. En als ik blaas, kan ik iemand overbrengen in slechts 3 uur. Opschepper? Pardon? Alsjeblieft, o machtige wind. Ik smeek je, breng me naar mijn prinses. Allereerst kalm aan. En ten tweede, ik zal het doen als je mij toestaat om in je koninkrijk te verblijven voor 3 dagen en 3 nachten. Maakt me niet uit. Je mag er 3 weken blijven als je wil. Oké, dan. Maak je klaar voor de reis. Maar wees niet bang. Ik zal je geen pijn doen. Opschepper? Pardon? Niks hoor. Ik zei niks hoor. Helemaal niks. Plotseling blies de sterke wind. Achilles werd de lucht ingetild en over bergen en zeeën gedragen. Recht onder de wolken en in slechts 3 uur was hij in het nieuwe koninkrijk waar de mooie prinses woonde. Vaarwel, jongeman. Ik heb medelijden met je en ik wil niet in je koninkrijk verblijven. Waarom is dat? Omdat, als ik begin te bewegen, er niet 1 huis over zal blijven in de stad. Niet 1 boom in de tuinen. Ik zal alles omvergooien. Ik ben de machtige wind. Wat een opschepper. Pardon? Vaarwel, jij sterke en machtige wind. Bedankt voor je hulp aan mij. Achilles deed zijn onzichtbare hoed op en ging het paleis binnen. Hij ging de grote kamer binnen. Aan de tafel zaten alle koningen en prinsen die waren gekomen om prinses Parijs te charmeren. Toen een van haar een diamanten glas aan haar wou schenken, sloeg Achilles tegen het glas en het brak. Alle gasten waren verrast. Op dat moment viel de zak met zaden die ze hem had gegeven. Prinses Parijs herkende het meteen. Hij is hier. Uitgelaten gaf ze haar gasten een raadsel om op te lossen. Oké, heren, los het raadsel op. Ik had een geweldige handgemaakte kist met een gouden sleutel. Ik had mijn sleutel verloren en had nooit gedacht het nog te vinden. En plotseling had de sleutel zichzelf gevonden. Wie het raadsel ook zal oplossen, zal mijn echtgenoot worden. Alle koningen en prinsen probeerden te raden, maar het was allemaal voor niks. Mijn liefste, als je hier bent, kom tevoorschijn en laat jezelf zien. Achilles deed zijn onzichtbare hoed af, nam de handen van de prinses en kuste ze. Hier is de sleutel tot mijn raadsel. De kist ben ik zelf. En de gouden sleutel is mijn trouwe echtgenoot. Wie had dat gedacht? Haha! Alle koningen en prinsen fronsten en vertrokken verslagen. Prinses Parijs en Achilles omhelsten elkaar. Het spijt me zo, mijn liefste. Mijn woede nam het van me over. Kalm aan. De wind heeft me alles verteld. Ik ben niet boos, maar blij dat ik mijn weg naar jou heb teruggevonden. Dank je, mijn liefste. Ik beloof je dat ik nooit meer mijn geduld zal verliezen. Zolang je me niet naar een eiland ver weg stuurt, mijn liefste. De 2 waren gelukkig herenigd. Prinses Parijs stuurde haar soldaten om Achilles' ouders naar het kasteel te brengen, zodat ze bij hem konden blijven. Achilles was erg blij en hield nog meer van de prinses. Prinses Parijs verloor nooit meer haar geduld en Achilles leerde een paar magische trucjes van zijn vrouw en vond het mooi om ze zo vaak mogelijk uit te proberen. Het einde.